Yo, dat kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom weer terug bij een nieuwe video op dit kanaal. En vandaag zit ik weer in het oh zo mooie Mindtopia. Maar dit is helaas, als je kunt zien, niet Mindtopia. Dit is Cosmopolitan, want ik had laatst een gesprek gehad met hier een politiechef. Want misschien weten jullie nog een paar episodes geleden, twee episodes geleden, was ik bij Hiddleton langs geweest met een politiechef om aan te geven dat ik graag hoger op wil klimmen als politie. En ik heb hier een gesprek gehad met de politie van Cosmopolitan eigenlijk. En dat was een leuk gesprek, goed gesprek. En ja, ik heb eigenlijk nu ook een afspraak gemaakt met David, dat is de minister van Binnenlandse Zaken. Ik ken hem natuurlijk als mijn vriend David zijnde, maar goed. Hij zei van, je moet even op gesprek met mij komen. Dus ik ben heel erg benieuwd, dus ik moet eigenlijk naar het ministerie nu toe. En dan ga ik even kijken inderdaad hoe het gaat met David. Even, waarom je mij wil spreken, want dat is zeg maar wel een belangrijk iets. Want hij zei, het is een goed nieuws voor jou. Dus ik ben heel erg benieuwd wat hij me te melden heeft. Ik sta nu bij het politiebureau. Het is gigantisch groot hier in Cosmopolitan, maar ja... Ik bedoel, wat is niet groot in Cosmopolitan? Het is echt gewoon insane hoog allemaal. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd. En hopelijk heeft hij goed nieuws. Ik zie zijn naam al staan. Dus hij moet hier zijn. David. David. Hey, Jochie. Hey, David. Hallo, meneer. Hi. Hoe is het, jongen? Ja, prima. Je bent vroeg, man. Ja, ik ben heel vroeg. Ik weet het. Ik was even deze rotcomputer aan het proberen aan te krijgen. Maar de stroom doet het hier nog niet eens. Moet je nagaan. Ach, man. Straks is alles hier verlicht, werkt alles gewoon perfect. En ik krijg als goed is een nieuwe laptop in plaats van zo'n oude bak. Ik dacht al, het ministerie heeft oude rammelbakkies. Je weet hoe het gaat bij de overheid. Hey, loop even mee. Ik zal even de deur voor je opengooien. Hoppakee. Technisch gezien mag je hier niet doorheen, dus komt u maar. Okay, ik volg je gewoon. Even kijken of je iets afgaat. Ik heb letterlijk alles thuis gelaten, want dat was gevraagd. Alles thuis laten, dus ik heb alles thuis gelaten. Dus dat heb ik zelf, mijn politiekleding heb ik bij me. Want hier ben ik geen politieagent natuurlijk, hier ben ik gewoon meneer de burger. Ja, precies. Nou, hey, we gaan omhoog, we moeten een behoorlijk end. Ik zal je even een klein beetje op weg helpen. Dit zijn de standaard kantoortjes, dus hier gaat, weet ik veel, secretaresses zitten of zo. Jeetje, whatever. Hoeveel banen komen hier wel niet? Weet ik niet, dat is niet mijn verdieping. Ik weet niet van wie dit wordt. Jeetje, Mina. Oké. Het ministerie van Milieu of zo gaat die zijn. Of het ministerie van Vriendjespolitiek, ik weet het nog niet. Vriendjespolitiek, oké. Nou, dat zijn wij niet hoor. Nee. Nee, absoluut niet. Nou, nee, zijn we niet. Nee, totaal niet. Nee, absoluut niet. Ik weet dat er heel wat mensen aan het whisperen zijn en het roddelen zijn over dat ineens... Nou, jij bent natuurlijk ineens minister van Binnenlandse Zaken. En dan heb je Cosmo natuurlijk van al het geld. En dan heb je onze grote vriend Lars, die is de... Ja, de VP. Alleen weet je wat het punt is? Mensen hebben daar klachten over. Alleen, dat zijn mensen die eigenlijk zeggen dus van dat kan ik ook wel. Maar dat zijn nobodies. Dat zijn level 1's die nog niet eens hier gespeeld hebben. Die dus zeg maar zeggen, ja ik kan het beter, want dan is het eerlijk, want dan doet David het niet. Maar kijk even lekker naar beneden. Hier beneden staat de bank. Waar heeft Duffy altijd gewerkt? Bij de bank. Hij is de langszittende bankdirecteur geweest. Heeft ook bewezen dat hij heel erg veel winst kan maken. Ja, wat dus was waarom het? 8 miljoen winst of zo? Was het 15 zelfs? Echt insane. Dus waarom zou hij geen minister van Financiën zijn? Nou, Binnenlandse Zaken. Wie kent hier de steden, de mensen beter dan dat ik ze ken? Ik zou dat moeten zijn. Jij natuurlijk. Met jouw ervaring, om het zo maar te zeggen, op het criminele vlak, mensenkennis. Mm-hmm. Ja, jij moet veiligheid. Ik bedoel, ik heb bij jou gekeken thuis. Het ziet er goed uit. Ja. Waarom zou jij dat niet moeten zijn? Met andere woorden, het kan wel dat andere mensen een mooie grote functie krijgen. Kijk bijvoorbeeld waar wie de nou burgemeester is geworden. Waarom zou jij dat niet moeten zijn? Waar heb je het over bij mij? Want ik ben nu gewoon agent. Ja, daar heb ik het zo meteen over. Komt helemaal goed. Martje, die is burgemeester van Mindtopia geworden. En dat is ook een, was ook ooit een nobody. Dus het kan allemaal wel. Ja, maar nou, Martje begon gewoon als een level 1 begon ze gewoon. Dus, Nee, precies. Echt precies een, een nobody klinkt zo lullig. Hé, verdieping 9 is voor mij... Is wat groter als de gemiddelde toko, om het zo maar te zeggen. Ik weet nog niet welk kantoor van mij wordt trouwens. Ik zit te denken om misschien deze te gaan doen. Dus ziet er wel leuk uit, toch? Ik moet zeggen, standaard kantoortje. Ik bedoel, we zijn laatst bij Duffy langs geweest. Dat was even wat anders. Ja, maar dat is meer bankzaken, hè? Dus zo werkt het allemaal. En dit is overheid, dus het is allemaal lichtelijk saai. Nou, we toch aan het lopen zijn, laten we heel even erboven gaan. Dan laat ik je nog even gauw een paar andere divisies zien die al bestaan. Onder andere die van Joris en die van Lars. En wat is Joris ook weer geworden? Joris is minister van Economie. Die gaat dus heel veel met Duffy samenwerken. Die bepaalt inkoopprijzen van letterlijk alles. Oké, dat is pittig werk. En weer dat een F5 dus, ja. Als het goed is dat dit, zeg maar.
En dan weet ik niet waar hij gaat zitten, maar het zal waarschijnlijk wel hierboven zijn. Oh, ik zie het. Mooie vloer, mooie tapijt heeft hij ook liggen. Met een geldtekentje erin. Ja, ik denk dat dit... Het wordt Joris kantoor. Dit is niet eens een vraag. Dit is duidelijk. Ja, inderdaad. Oké, okay, tof. Okay. Ja, het lijkt super, super, lijkt een beetje super op een beurs, uit. Ja. Een beetje op een beurs lijkt het. Klopt, alleen het is en blijft vergeleken met Duffy's plek redelijk karig. Daar ben je met me eens. Natuurlijk, maar dat is ook gewoon het ministerie. Het is niet een... Het hoeft geen macht uit te stralen verder. Maar gewoon netheid. Zakelijkheid, keurigheid, netheid. Nou, dit is dan van Lars. Ik weet trouwens niet eens hoe hij bij zijn plek komt. Maar via nog een trap omhoog. Wat hoor. Zodat hij... Oh. Ja, oh, de deur staat al open. Nice. Nou, hier zit Lars. De minister-president straks, ja. Ah, oké, okay. Is helemaal bovenin dit. Ja. Oh ja, je gaat gelijk even staan achter de... Ja, even kijken hoe het voelt. De belangrijkste man. Hoe het voelt om het te zijn. Blijf lekker staan, want op zich heb ik wel goed nieuws voor jou. Dat is. Jij wordt ook een belangrijke man. Ik weet dat je dit al een tijdje wil. We hebben het er al eens een keer over gehad. Het gaat daadwerkelijk nu gebeuren. Ja. Jij hebt ervaring als politie. Ja. Ik heb met alle politiechefs gesproken. Die hebben unaniem besloten dat jij dit zou moeten worden. En Lars heeft vanochtend zijn handtekening gezet onder het contract. Ik wil jou heel graag aanbieden. Ja? FBI director. Dus de baas van de FBI? Ja, en dat is momenteel een dubbelfunctie samen met het ministerie van Justitie. Dat betekent dat jij ook... En dat zijn dus collega's hè, die jou hierin gestemd hebben. Zoveel vertrouwen hebben ze in je. Dat zijn dus ook mensen als politiechefs. Die ga jij aanstellen of ontslaan. Niet politieagenten. Wel de chefs, zeg maar. Dat ben je niet. En als je het wil. Ja, ik wil het heel graag. Dat was mijn droom überhaupt. Ik had het laatste gesprek met mijn chef van Mindtopia, Heraton. En die heeft blijkbaar een goed woordje gedaan. En in de week even zit ik nu hier. Nou ja, dit is niet... Nee. Nee, justitie is zo groot, en zeker omdat het met FBI... Zou je dat duurder kunnen doen? Natuurlijk. Zeker omdat het met FBI gelinkt is, zeg maar. Willen wij dat, ook vanwege veiligheidsredenen, aanslagen, dat soort dingen... liever niet tegen het ministeriegebouw. Je hebt letterlijk je eigen gebouw. Het is niet zo groot als deze, maar het heeft wel wat. Het is behoorlijk statisch. Ik heb je er al een keer door rondgeleid, maar toen wist je nou, eigenlijk nog helemaal niet dat dit door zou gaan. Nee. En het is letterlijk dat blauwe FBI-gebouw daar in het hoekje. Zullen we er even heen lopen dan met z'n tweeën? Ik ben al onderweg. Jeetje mina. Nou, kom, we gaan de uitgang wel eventjes via de... En hoe duidelijk... En hoe is het besloten uiteindelijk dat ik het zou worden? Door jullie, dus de ministers natuurlijk, door Lars uiteindelijk? Nee, de ministers hebben er niks mee te maken gehad. Dit krijg je niet op een cadeautje van de F5, dus je zal niet van... Ja, hoe noem je dat? Vriendjespolitiek beticht zijn. Het zijn de politiechefs die hierop gestemd hebben. En de handtekening van de minister-president. Oh, dat is... Ministers hebben er niks mee te maken. Maar je bent nu wel een van ons. En de enige die ons kan ontslaan is de minister-president zelf. Tenzij een complete volksstemming zegt hij moet aftreden. Ja. Maar volksstemmingen, hè? Dat kan nog wel eens een keer lang duren. Stembussen, het kunnen nog wel eens een keer verkeerd geteld worden. Ik snap. Het valt wel mee. Nou, het is hier, je weet het eigenlijk wel. Het is voorbij het gemeentehuis. Het prachtige, mooie, nou niet zo mooie gemeentehuis eigenlijk. Ik vind het gemeentehuis een beetje saai. Het is heel saai, maar het is wel heel zakelijk gewoon weer. Het is heel zakelijk. Ja. Nou, dit mag hem zijn. Dit is zeg maar het... Oh, ik zie dat de deuren open zijn. Loop binnen. Hey, dat hoort niet. Nee. Dat is wel vrij slecht. Dat is vorige keer... Zal ik even de deuren dicht doen? Ja, graag. Oh man, dit is zo gaaf, hé. Dit is je plekje, man. En dat betekent dat alles gevuld moet zijn. Van secretariaat tot aan receptie... Nou, je kantoor lopen naar boven. Ja, dan moet ik weer heel hard aan de slag. Ik heb het een keertje al gezien. Dus nu is het echt mijn kantoor. Dit is nu echt van jou geworden. Wow. En je ziet ze al staan. Politiekorps, FBI-unit regulier. Je ziet hier recherche en cipier-outfit. En natuurlijk de SWAT-gear. Wat hopelijk nooit ingezet hoeft te worden. Maar ja, je weet het maar nooit. Dit wordt jouw nieuwe werkkamer, man. Oh man, ik heb mijn eigen kantoor. Dit is echt amazing, man. Ik was eerst gewoon normaal agent... En het is voor mij heel hard gegaan, hè? Ik bedoel, ik zit nu pas een maand bij de politie. Ja, maar je bent wel de meest geschikte kandidaat. We hebben natuurlijk ook andere mensen gepolst. Bijvoorbeeld een Heraton, Deadly Famous, zelfs losse politieagenten die op deze functie gesolliciteerd hebben. Ja. Maar die kregen gewoon niet de support van de man op straat, van de agenten zelf. En jij wel. Ja, ik denk, Heraton zelf ook, hij was heel blij met eigenlijk het systeem wat ik bedacht had bij de politie. Dus daarom wou hij wel een leuk woordje voor mij gaan doen.
Ja, het is kogelvrij glas, dus je kan er niet, als je hier zit, gesniped worden, om het zo maar te zeggen. Bombestendig is het ook nog eens een keer. Als mensen iets willen flikken hier, dan moeten ze echt zien te infiltreren. Nou, good luck met de beveiliging hier beneden. Dankjewel. Als je nog even meeloopt, we hebben hier natuurlijk ook nog allemaal kantoortjes. Ja, we zijn nu nog niet echt op slot, zeg maar ja, zoals je zelf al zei, het wordt per divisie ingedeeld. Dit zullen je grote FBI-agenten zijn en niet verderop de SWAT-afdeling. Misschien dat je daar een soort sexy hoofd op wil zetten, die dit allemaal gaat bepalen. Maar ja, dit zijn allemaal je mensen straks. Voor mij heb jij een loonlijst van 45 man wat je kan betalen. Ja, het is 45 man moet ik aannemen hiervoor. Ik heb de receptionistes nodig, minimaal 2. Ik heb mensen nodig die de deur open doen. Dus eigenlijk deuropeners eigenlijk. Ja, receptionisten, maar dan wel mensen die dan ook wel daadwerkelijk FBI-agent genoemd mogen natuurlijk, worden. Natuurlijk, het zijn FBI-agenten, dat zijn het zeker weten. Nou, hier wil ik eigenlijk vooral die grote kantoortjes, de receptionisten, de recherches hebben. Vind ik wel belangrijk. En de kleinere kantoortjes, dus die moeten we ook even maken nog. Dat worden dan gewoon FBI-agenten. Oh, je kan het vanaf hier zien. Hiernaast zit het SWAT, de SWAT-afdeling. Hm. En dit zijn dan zeg maar een soort van verhoorkamertjes, martelkamertjes, maar ook gewoon kantoortjes pas. Ik snap het. Okay. Het zijn best vriendelijke jongens die SWAT hoor, echt waar. Ja. Nou, dat was het eigenlijk. Ik ga weer er even vandoor, want ik heb ook nog heel veel mensen aan te nemen. Ik moet mijn eigen staf aannemen. Ja, ik snap het. Ik geloof dat een of andere druif bedacht dat ik de leiding ga krijgen over dat gebouw, dus ik heb er niks aan. Het kost me alleen maar tijd om receptionisten op te gaan zoeken en weet ik van wat allemaal. Nee, dat is wel heel veel werk. Ik weet het. In plaats van dat de freaking minister-president dat even doet of zo. Nee, mag ik doen. Dus ik moet er vandoor. Zou jij misschien de deur open ik zal het doen? Voor je doen. Dat zijn deze 2. Hop. Laat ik jou daarna lekker met rust hier. Ja, dankjewel. En ik zeg fijne dag, succes. Vragen? Ik heb al redelijk wat ervaring hier als minister. Ja. Laat het maar horen. Dankjewel, David. Rustig al. Hoi. Holy shit gewoon. Man. Ik wilde heel graag FBI-agent worden. Hij zei al, ik heb gewoon goed nieuws voor je. Normaal gesproken hoort eigenlijk de minister-president me dat te melden. Eigenlijk moet Lars me dat melden. Maar Lars die heeft gewoon gezegd, David, bel jij hem maar. Jij kent hem misschien beter. Dus ik ben gewoon echt de baas van de FBI nu. Dit is gewoon, nu is dit van mij. Ik moet hier 45 mensen voor aannemen. Dus ik zoek FBI-agenten. Ik moet politiechefs nog zoeken. Ik moet echt heel veel doen. Receptionisten moet ik zoeken. SWAT-team moet ik aannemen. Ook nog mensen die hier de cipiers spelen. Want dit is de gevangenis. Kijk eens, in drie celletjes zijn dit gewoon per afdeling, per verdieping. En het gaat echt heel hoog. Dus hier komen natuurlijk alle criminelen terecht die heel lang vastzitten natuurlijk. Hè. Het zijn de echte, de zware jongens. Die komen hier te zitten. Of natuurlijk dames, dat kan ook. De zware mensen. Oh man, dit is zo gaaf. Dit wil ik al heel lang. Dus ik ben echt heel blij. Het is voor mij heel snel gegaan van politieagent. Maar nu moet ik even nadenken. Want ik had dus een case gekregen van Hiraton. Over de drugsbende in Mindtopia. Maar nu ik nadenk, ik ben nu FBI-agent. Of eigenlijk de baas van de FBI. Ik heb nu veel meer resources. Veel meer leads. Ik kan nu veel meer inzetten om het te gaan onderzoeken naar die drugsbende. Dus ik denk dat ik via hier echt ook een taskforce, een hele groep mensen hiervoor aangesteld om speciaal die gang eigenlijk op te pakken. Want dat ze wel heel erg slim zijn. Ik ga lekker in mijn kantoortje zitten, jongens. Ik heb gewoon een eigen kantoor, man. Ik ben zo blij. Holy moly. Oké, goed. Dit is mijn kantoor. Als allereerste wat ik ga zoeken zijn eigenlijk receptionisten die de deuren open doen. Die ik net ook deed voor Dave en Dave voor mij. Er is zelfs een rood poppetje op mijn kantoor, man. Oh, wat gaaf. Dus ik zoek 2 receptionisten die dat willen doen, de deuren openen. Ik zoek 2 notulisten die elke keer gaan opschrijven wie er binnenkomen en wie er uitgaan. Dat is natuurlijk heel belangrijk. We weten wie er heel vaak bij de FBI langskomt. Naast de mensen die hier werken. Of de mensen die hier uitloggen natuurlijk. Oh man, mijn SWAT cars. Er zijn er. Oh, wat gaaf. De politieauto's zijn er gewoon. Ik ga even kijken buiten. Ah, hier is de deur naar buiten. Oh, wat cool. Oh, 2 van die vette politiebussen hier voor de deur. Ah, wat gaaf, man. Oh, wat gaaf is dit, zeg. Oké, cool. Dus ik ga heel veel mensen moeten aannemen. 45 mensen. Dus denk jij dat jij geschikt bent voor de FBI? Laat me even weten beneden in de reacties waarom jij FBI-agent zou moeten worden. Als je denkt dat je weet wat jouw taken zijn, want dat is heel belangrijk. Want ja, als je denkt van, oh, ik ga wat mensen nu kunnen neerschieten. Nee, dat is niet de bedoeling van de FBI. Er is geen tijd en geen plek voor mensen die lopen te kloten eigenlijk, lopen te kutten. Dus bij deze, laat even weten inderdaad waarom jij denkt dat je bij de FBI moet. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik vind het heel gaaf dat ik gehoord heb dat ik gewoon
de director ben van de FBI. Ik ben hier super, super, super blij mee. Dit is echt awesome. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Laat lekker een belangrijk achter omhoog als je het awesome vond. Nou, bedankt David voor natuurlijk. Alle politiemensen voor het geven van deze baan. Ik ben er super blij mee. Dan wil ik je bedanken voor het kijken. Zie ik je graag in de volgende video. Neem een kijkje beneden in de beschrijving voor het kanaal van David natuurlijk. En ik zie jullie graag in de volgende. Laat het maar eens zien. En natuurlijk, peace.